dat de sociale, maatschappelijke en de psychische kosten van een aanhoudende lockdown zijn zovele malen groter dan kosten van sneltesten betaald door de overheid. Ja. Maar... Goedemorgen. Goedemorgen, welkom in Twente. Ja, dankjewel, ja, het is jouw home ground. Dit is mijn home ground, ja zeker. Oh. En hoe was dit jaar voor jou? Ja, wat me ook wel heeft gestoord het afgelopen jaar, is dat kritische geluiden, en dan heb ik het natuurlijk niet over de wappies en de mensen die allemaal de meest verschrikkelijke complottheorieën aanhangen, maar gewoon een fair gesprek over de balansact die je moet voeren tussen oud, het beschermen van oud en de vrijheden van jonge mensen, dat toch wel vrij gesmoord werd. En dat je niet zoveel andere smaken had dan of de coronaconsensus of het extremistische geluid van FVD. Die nu toch... Je weet, wij hebben onlangs weer opnieuw gesuggereerd dat we gelijke vrijheden moeten opzoeken en kunnen verkrijgen op een veilige en verantwoorde manier. Ja. Door zowel massaal sneltesten beschikbaar te maken, maar bekostigd door de overheid. Ja. Voor diegenen die nog niet gevaccineerd zijn of dat niet willen. Ja. Als je dat wilt. Als je het wil, dat is een belangrijke. Heel belangrijk, altijd vrijwillig. Ja. En een vaccinatiepaspoort voor diegenen die wel gevaccineerd zijn, zodat je weer die vrijheid kunt herwinnen. Ja, het klinkt mij heel logisch in de oren, maar er was een enorm felle reactie op. Het lijkt wel alsof mensen één deel horen, vaccinatiepaspoort, en dan de rest van de zin en de context, er wordt niet meer naar geluisterd. Ja. Vind jij niet dat we soms als Nederlanders ook eigenlijk veel emotioneler op dingen reageren dan we onszelf toedichten? Nou, dat is het bewijs van dit coronajaar. Als we iets niet zijn, dan is het nuchter. We zijn het grootste complot wappieland van... Nou, dat is niet helemaal waar. In andere landen is het natuurlijk ook zo. Maar ik heb het idee dat het in Nederland wel heel heftig is. Ja, ik zeg nu wel dat wij in Nederland zo aan het doorslaan zijn. Maar ja, ik heb eigenlijk dat internationale perspectief misschien wel minder dan jij. Hoe is het in andere landen? Zijn ze daar minder tegen vaccinaties en zo'n paspoort? Ja, ik vooral kijken inderdaad naar landen waar het heel snel goed geregeld was. Duitsland kijkt nu naar massaal sneltesten, ook gefinancierd door de overheid, als een manier om de samenleving weer een beetje open te gooien. Ik denk het allerbelangrijkste is dat de sociaal, maatschappelijke en de psychische kosten van een aanhoudende lockdown zijn zo vele malen groter dan kosten van sneltesten betaald door de overheid. Hey, dus de aanslag op je vrijheid is nog veel groter als we blijven hangen in avondklokken en lockdowns. En de kosten ook. Ja, absoluut. Maar er is geen prijs voor het herwinnen van vrijheid. Hè? Dus ik denk dat dat bovenaan moet staan. En het is altijd de eigen keuze van de mens. Je blijft al je rechten behouden. Nou, volgens mij zijn we het wel eens. Ja, we zijn het eens. Heel verrassend. Ja. Surprise, surprise. Ja, nou, we hebben het twee zijn het eens. Nou, dat komt goed. Hey Sander, ontzettend fijn dat je even tijd had. Ja, graag gedaan. Ja, ik hoop dat je Twente ook zo mooi vindt als ik. Ja, echt super. Kom weer terug. Oké, heel goed. Dan komen we dichter bij elkaar, want dan hebben we allemaal een paspoort. Ja, precies. Oké. Laat me je sneltest zien.